Veel volk was er afgezakt voor de heruitgave van de finale in de beker van België in het vrouwenvoetbal, met andere woorden AA Gent versus RSC Anderlecht. Voor aanvang gaven weinigen de thuisploeg een kans om zich te plaatsen voor de halve finale tegen dit zo goed als ongenaakbaar RSCA. Ik denk dat het een mooi affiche is. Ik denk ook de dames hebben verleden jaar de beker gewonnen. En voor hen is het toch wel iets speciaals om misschien 2 jaar naar elkaar te kunnen. En ik heb die uitnodiging gekregen op een supportersavond in Roeselaar, in mijn streek dan. En ik kon absoluut geen nee zeggen. Extra pigmentje, het is tegen Anderlecht. Ik heb dat zelf ook gespeeld. Dus ik denk dat we een mooie affiche gaan zien onder het damesvoetbal. En misschien de beste ploegen van België, denk ik. Op naar de wedstrijd dan, waarin RSCA blijkbaar nog last had van de Spaanse stage die ze afwerkte, waarin ze geen afstand kunnen nemen van Gent, zodat we met een logische 0-0 op het scorebord gaan rusten, waar het de thuisploeg is die de beste kans krijgt in die eerste helft. Het is RSCA dat dan wel de betere kansen krijgt in de tweede helft en een doelpunt kan dan ook niet uitblijven. Het is Sarah Wijnands die de Brusselaars op 0-1 zet. Geen man of vrouw overboord, want wanneer Abdoulaye Toloba haar duivels ontbindt en staalhard knalt naar het doel, staat de gelijkmaker meteen op het scorebord. Het staat 1-1, we hebben meteen terug een wedstrijd. Beide teams laten dan nog wel kansen liggen, maar laten iedereen overuren draaien, want we hebben een 1-1 na de reguliere speeltijd, dus gaan we naar verlengingen met 2x15 minuten extra. In die extra tijd begint de vermoeidheid bij de teams parten te spelen en het is wachten tot 2 minuten voor het einde, wanneer Amber Maximus, die net terugkomt van 10 maanden blessureleed, de bal heerlijk in de hoek legt en zo het ongenaakbare geachte RSCA de doodsteek geeft. En zo mag AA Gent zich nu gaan opmaken voor de halve finales van de Beker van België, waar hen hun zwarte beest wacht, Racing Genk. Dit hadden weinigen verwacht, denk ik dan. Dat mag ik ook niet zeggen. Je moet toch ook evenveel kansen geven aan Gent. Die hebben het voordeel van hun terrein. Dus dat het onverwacht is, denk het niet. Ik had liever natuurlijk gewonnen. En ik vind het spijtig dat wij niet doorgaan. Maar ja, het is de verdienste van die andere ploeg. Punt aan de lijn. Ik denk niet dat we waren... Ik denk niet dat er zoveel verschil was vandaag. Ik denk wel dat er zijn op verschillende kansen geweest aan de twee kanten. Ik dacht wel dat na onze doelpunt dat we gingen volhouden. Want we incasseren zo weinig. Maar ja, oké. Het is niet gebeurd. We hebben een tweede doelpunt binnengekregen. Een prachtige doelpunt. En de eerste en vooral de eerste doelpunt, die was, vind ik, vermijdbaar. Maar ja, oké, ze hebben 2 keer tegen de latte shot. Ik denk wel, wij ook, denk ik. We hebben ook een paar kansjes gehad. Ik ga niet zeggen dat mijn beste ploeg heeft gewonnen. Absoluut niet. Ik wil dat niet zeggen dat we beter waren. Maar ik vind gewoon dat het was een gelijk opgaande wedstrijd. En ze hebben die 2 doelpunten kunnen maken en wij niet. Het eerste waar ik aan dacht was eigenlijk naar mijn ouders en naar de supporters. Ik heb een heel moeilijke periode achter de rug, 10 maanden uit geweest. En ik wou dat gewoon met hen delen en ook met de ploeg natuurlijk. Maar dat was het eerste dat mij in mij schoot om direct naar mijn ouders en naar de supporters te lopen. Is dat dan een trap die je doet met de ogen dicht, bij wijze van spreken? Gewoon, ik weet nog altijd niet wat ik erbij dacht, maar gewoon, ja, het was gewoon er niet bij nagedacht. Dit is een uitslag die menigte zal verbazen, hè? Want er zijn er weinig die dit verwacht hadden, denk ik dan.
Dat weet ik niet, maar Anderlecht is wel een sterke ploeg en ze zijn ook enorm goed bezig in de competitie. En misschien hebben ze dat niet verwacht, maar Gent blijft ook Gent. En Gent is een ploeg dat blijft vechten. Tot de laatste minuut denk ik dat we al een paar keer hebben laten zien. En we zijn een heel jonge ploeg. En de trainer zoals hij zei in de kleedkamer blijft tot de laatste minuut vechten. En al is het al kruipend, we blijven ervoor gaan. En ik denk dat we zo tot dit mooie resultaat bekomen zijn. Maar ik denk over het algemeen dat het echt een propagandawedstrijd was voor het vrouwenvoetbal. Heel veel intensiteit, tempo, kansen aan beide kanten. Dus ik denk dat het wel reclame was voor het vrouwenvoetbal. Ja. We moeten match per match bekijken, want het kan heel snel gaan in voetbal, dus we gaan nog niet beginnen zweven. Het was het perfecte moment en de verlossing. Na een bikkelharde wedstrijd, uiteindelijk hebben we het toch in onze kamp gezet. Ik denk dat iedereen ons voor de wedstrijd wel zag als underdog, als de ploeg die alles eraan zou moeten doen om te winnen, omdat Anderlecht toch wel al bewezen heeft in de competitie dat ze eigenlijk wel bijna onkloppbaar zijn, maar we hebben vandaag getoond dat ze wel kloppbaar zijn. En ik denk dat we vandaag echt een schitterende wedstrijd gespeeld hebben. En dat we allemaal heel tevreden zijn. Gewoon stuk persoon per persoon. Iedereen over zijn wedstrijd. We hebben er echt voor gevochten. En als kapitein kan ik daar alleen maar tevreden over zijn. En ik ben echt heel content over de wedstrijd.